Het nieuwe luxe cruiseschip, de Seabourn Ovation, kwam voor het eerst aan in de haven van Rotterdam. Fred van Eyck mocht als een van de eerste een kijkje nemen. De cruise-industrie is booming. Ze hadden met z'n allen een bijdrage het afgelopen jaar aan de Europese economie van maar liefst 48 miljard euro. En het ene cruiseschip naar het andere cruiseschip rolt de markt op. Ook zeer luxueuze en daar houden we van, want we willen weer volop genieten met elkaar. Ik mag vandaag dit luxe nieuwe cruiseschip bezoeken van rederij Seabourn, de Ovation. Voor 600 passagiers, 400 bemanningsleden en meer dan 50 nationaliteiten. Ik ben benieuwd. Hey, mooie lijn. Wat leuk je te zien. Hallo. Alles goed? Zeker met jou. Wat een prachtig schip. Het ruikt nog helemaal nieuw. Ja, het klopt. Het is ook inderdaad in mei in Valletta Malta pas gedoopt. En je gaat me vandaag mee op sleeptouw nemen. Yes, dat klopt. Nou, ik heb er zin in. Mooi. Cruise is echt booming. Waar merken jullie dat aan? Wij zien de laatste paar jaren een grote stijging in capaciteit, maar ook inderdaad in mensen die gaan cruisen. We zien ook steeds vaker dat mensen voor het eerst gaan cruisen, maar toch ook wel zeker dat er repeaters zijn van andere maatschappijen die wat anders gaan proberen. Wat zijn nou echt in jouw ogen de topbestemmingen? Dat is lastig, het zijn er zoveel. Ja. We varen naar alle 7 continenten, dus er is eigenlijk voor ieder wat wils. Ik denk daarin dat Antarctica een bijzondere bestemming is. Ja. Als wij daar varen, dan hebben wij namelijk ook landingen. Mm-hmm. Dus wij gaan ook serieus echt aan wal. Wat is nou zo specifiek aan boord van zo'n mooi schip bij jullie? Dat is denk ik toch wel de service. Wij hebben eigenlijk een 1-op-1 service. Dat betekent voor elke gast aan boord is er een bemanningslid die toegeeft tot de bediening staat. Verder is het inderdaad de service die wij dus aan onze gasten brengen aan boord. Denk bijvoorbeeld dat je lekker aan het zwembad gaat liggen, dat ze gelijk een handdoek komen brengen. Je gelijk vragen of je een drankje wilt. Je hoeft eigenlijk nergens over na te denken, want dat wordt voor je gedaan. André Potgieter, nice to meet you. Angela McKennis en welkom aan boord. Je spreekt Nederlands? Ik is van Zuid-Afrika, ja. So ah, ik versta een klein beetje Afrikaans. Fantastisch. Ja. Ja, nee. Waar zijn we? Wat een beautiful theater. Thank you very much. This theater is called the Grand Salon and mm-hmm. It's our main entertainment space. So let's have a seat and I'll tell you some more. Good idea. So on board the ship, we have guests from, you know, sometimes 20, 25 different nationalities. Mm-hmm. So with that, we've got guests from a younger demographic, also guests that's in a slightly later season in life. So it brings you to variety. Variety mm-hmm. is really, really the spice of life. So we've got our onboard collection of shows. So that features a cast of 6, and it's pretty much like a musical review style show with beautiful costumes, musical arrangements. If I would like to have a little bit more adventure, what would you say to me? Absolutely, we certainly cater for that. So built on the success of our expedition program that we offer in Antarctica, we now have a ventures program that is available in certain parts of the world. So for example, in Norway, in Alaska, in Indonesia. So what it is, we have a panel of experts on board that includes historians, scientists, geologists, ornithologists, whale experts, and you will have an opportunity as a guest to go in a very small group or sometimes even one-on-one with our experts and experience a destination, and that experience will bring it to life. De gerenommeerde topdesigner Adam Tihany, die heeft al het interieur voor zijn rekening genomen. Hij had al eerder een zusterschip voor dezelfde rederij mogen ontwerpen. Dat is ook echt een hele bekende naam in de wereld van hospitality. Zo heeft hij het Beverly Hills Hotel gedaan in Los Angeles, The Breakers Palm Beach en Four Seasons in Dubai. When it comes to design, there are 3 words. Yes, no, and wow. We go for the wow. I happen to be a foodie and a bon vivant, and I travel the world constantly. And to make a little confession, I designed for people like myself. So people that enjoy the good things in life. So Adam has designed the suites and the cabins as well? Everything, yeah. Even the finest detail to the upholstery, the carpets, the cushions, every little thing is hand selected. So when you think of Adam Tihany,
you think detail. On the ship, you'll notice that we have a magnificent array of artwork as well. So with the design team currently on board the ship in our public spaces, we've got 1,600 works of art by 120 different artists. And like right behind us, we've got this beautiful Murano glass wall sculpture. And in fact, all of the glasswork that you see around the ship is from Murano in Italy as well. Hi, Miguel. Hi there. How long have you been a bartender on board? On board for the almost 3 years now. And is it different being, you know, the cocktail shaker on the sea? Completely different. The kind of demand that you have on board is completely different from the sea, which is very interesting because the guests are pretty much the same. It's just they overhear that on holidays. Nah, that's what I'm... Okay, let me know how it is. Very good. Here we are in Rotterdam. Your life must be fabulous, but what's it really like to be a cruise director? You know, one of the things that I love the most is the ability to have that personal contact with our guests. And, you know, I'm in a position where I can be creative and I can schedule entertainment and you can schedule events and coordinate all of these things. And it's amazing how those little things that you do can make people happy.